Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Sandy en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag. Ik ga een dagvlog voor jullie maken, dus let's go. Ik ben nu nog thuis, het is 9 uur. Mijn moeder is net geland op Eindhoven Airport. Zij is 10 dagen in Turkije geweest. Dus ik ga me dadelijk appen wanneer ik haar kan gaan ophalen en dan neem ik jullie mee. Ik zit nu in de auto. Ik ga nou mama ophalen. Laatste dagje in mama's auto. Ik heb 10 dagen in mama haar auto gereden. Echt een hele fijne auto. En dan ga ik weer in mijn eigen oude koekblik rijden. Ja, het zit erop. Nee, ik maak af en toe mama haar auto wel mee. Maar mijn auto is echt... Ja, mijn auto valt bijna uit elkaar. Vergeleken met dit is dit voor mij echt heel luxe. Ik ben echt blij dat ik hierin heb gereden. Ik zie jullie als ik op het vliegveld ben. Het is zo druk hier. Oh my god, het is echt chaos. Oh my god, het is zo druk hier. Ik ga nooit weten waar mama is. Oh shit. Ik ga even appen. Bellen, waar ben je? Oh. Het is zo druk hier op het vliegveld. Oh my god, ik weet echt niet waar zij is. Oh, ik zie haar al. Ze neemt ook gewoon niet op. Waar ga je nou staan? Ik moet er toch door? Kijk jongens, mama weet ook niet dat ik aan het vloggen ben. Hé, hey, mama! Nooit meer. Wat? En ik ben spullen. Ik ben bruin! Ja, bruin hè? Je bent echt bruin. Ben je spullen kwijt? Ja. Wat dan? Ik was mijn hele tas kwijt op het vliegveld. Maar nu heb je het toch? Ja, heel gedoe, politie erbij. Hoezo? Omdat hij weg was, ik dacht dat hij gestolen was. Maar dat was niet. De mama zei dat ik water of had, maar dat was niet. Ja, hij stond in een bij de Subway. Oké. Okay. Oh, ga ik hier ooit? Het is zo druk, mama. Ja, ga gewoon. Ga gewoon? Hoe dan? Dat kan toch niet? Je kunt toch even pushen? Je kunt je achteruit wel niet gaan doen. Ja, nu. Daar nu is een auto iemand. Achter mij. Ja. Ja, doe gewoon door. Kan ik die hier, haal ik die? Ja, doe maar. Haal je. Ja. Ah, kijk eens. Kan ik gewoon? Hoe is mijn tank? Godverdomme. Die is leeg. Ja, en ik heb mijn creditcard niet. Nou jongens, ik ga de vlog even afsluiten. Ik zie jullie thuis. We staan bij de Mac. Mag u doorrijden naar de eerste? Ja, jongens, we gaan naar de McDonald's. Het is ochtend en ik ga naar de McDonald's. Ik kan me niet... Ik heb best van de honger. Ik vind het honger blij dat je het voorstelt. Echt? Ja. 12,70 euro. Hoeveel is dat? 12,70 euro. Nee, Mackie. Ik kom eraan. Die ene wou ik eigenlijk hebben, maar ik weet niet hoe die heette. Wat? Oh, nou weet ik Big het Mac. Weer. Big Tasty. Oh. Gaan we nog niet uit. 2 euro. Dank je. Ja. Ik ben hier nog nooit geweest hè, bij de McDrive van de... Ik ook niet, dat is ook voor het eerst. Van de airport. Hoezo zeg je dan, zullen wij bij de McDonald's afspreken? Dacht je dat je naar binnen kon? Nee, boven is ook een McDonald's. Oh, je kan naar binnen. Moet ik bij dit raam of het laatste raam? Voor de laatste raam staat open. Moet ik naar de volgende dan? Ja, rij dan maar gewoon. Wat doe je nou? Stoer, jongen. Oh, die is ook dicht. Nou, alleen zeg je nou. En nu? Naar achteren. Ja, hallo. Je bent echt irritant. Toch wel hier dan. Denk ik. Moet er ergens wat eten krijgen. Ik heb geen idee. Maar komt hij aan. Snelle Hugo. Wat? Snelle Hugo. Oh. Nou, kom op met het eten. Ik ben uitgehongerd. Ik heb helemaal niks gegeten, man. Je hebt toch een vliegtuig? Nee, helemaal niks. Dat is ook niet lekker. Doritos. 3 euro. 1 hap is weg. Had je vertraging? Ja. Zag het. Komt omdat we met de rolstoel moesten. Je wordt oud, hè? Ik er niet. Daar, de kop is op het raam. Nee. Dat kan niet, man. Dat mag niet. Kijk, nu zien jullie allemaal van wie ik dat ongeduld heb. Ja, nog even. Ik kan er niks aan doen. Het is gewoon jouw schuld. Net, mijn moeder wil dat ik op de raam ga kloppen hier. Bij de Mac. Ja, dat is wel raar. We zijn wel de enigste. Het kan toch niet zo lang duren? Ik zie helemaal niemand. Oh ja, er zijn wel een paar mensen binnen. Ik heb wel betaald. Denk je dat niemand komt? Zal ik uitstappen? Doe eens normaal. Niet doen. Nou, het duurt wel heel lang. Zal ik je toeteren? Nee. Oh, dat dan weer niet. Maar staat er toch een poppetje?
Wat lach je nou? Dat is gewoon een persoon. Ja, nou ja. Een poppetje. Mag ik toeteren? Nee. Dat is echt erg. Jij zegt dat ik op de raam moet kloppen. Moet je niet janken als ik ga toeteren? Duurt lang. Maar moet ik een keihard toeteren toen de camera niet aan stond? Nou, duurt ze expres, want dan heb ik dat niet op camera. Heb je dat gedaan? Wat, ja. Maar zij deed niet als mij, zei nu. Maar het duurt wel erg lang. Zonder grap, we staan hier al, denk ik, 10 minuten. Voor 2 burgers en 2 kleine frietjes. Voor eigenlijk gewoon een Happy Meal. Ik heb nog nooit, denk ik, zo lang gewacht. Ik ga naar binnen vragen hoe zit het of niet. Nee. Wij staan ook als enige op dat bord, zie je dat? Wat is enige op het bord? Er staat maar 1 bestelling op dat bord. En daar doen ze dan... Het is geen McDonald's, het is McSlak. Ja. We zijn bij de McSlak. Het is geen goede reclame. Nee, McDonald's, wij willen dit opgelost hebben. We willen een gratis menu. Dan gaan we een goede recensie plaatsen. Nou, dat kan niet hoor. Zijn ze ons denk ik toch vergeten. En achter ons dan, die kunnen ook niet verder rijden. Dat is ook een dikke pech. Nou, ik heb dit wel nog nooit gehad. Dus misschien toch het volgende raam. Als we niet betaald hadden, heb ik weggereden. Maar ik kon leven in de brouwerij. 1 hour later. Dank je. Dat was Maar ik wist dat jij nog iets ging zeggen. Ik weet niet waar we gaan eten nu. Dat weet ik niet, maar ik heb honger. Ja, we gaan gewoon naar huis rijden. Nee. Waar moet ik staan dan? Ik zie hier helemaal geen plek. Ik weet niet waar ik hem moet zetten, man. Hierin. Hierin. Dat is goed bij. Tot ziens, maar maakt niet uit. Dat staat verboden. Ik kan niet langs het hek staan. Kan jou dan schreeuwen? Ik kan hier staan. Knipperlicht staan. Hierop. Nee, stoep. Niet erop. Niet met mijn banden, gek. Hoe dan? Zo, gewoon. Hiernaast, gewoon zo. En dan je gevaar ligt aan. We staan midden op de weg, man. Dat maakt niet uit. Mag ik dit even filmen van buiten? Hoezo? Kijk hoe mijn moeder zegt dat we gaan staan. Dit is gewoon een weg. Dit is gewoon een weg. Oh, wat ben je dan normaal? Dat je mij zo opvoedt? Ja. Zet ze horen. Oké, jongens, wij gaan even eten. Begrepen. Mama krijgt meteen op zijn kop van een marsjezee. Oh, ik was net te laat met filmen. Waar moet ik nou staan dan? Er is helemaal geen plek. Ga maar naar huis. Eentje was aardig en de andere was boos. Ja. Oké, jongens, ik ga weg. We gaan kijken hoe blij de honden zijn dat mama terug is. Ze hebben mama voor het eerst 10 dagen niet gezien. Wie is daar? Hallo. Mimi, mama hier. Roep eens Mimi. Mimi heeft het nog niet gezien. Ah. Mij heb je al gezien. Kom, ga mee. Kom. Oh, ik ben echt blij. Oh. Is mama terug. Jongens, ik ben terug van de wenkbrauwen. Het is wel heel erg donker, maar na 2 dagen wordt dat een beetje minder. Ik had of de keuze of ik deed echt heel blond of het was best wel donker. Maar heel blond is ook niet mooi. Dus nu is het wel heel even donker, maar na 3 dagen trekt het, als het goed is, weg. Wow, kijk hoe groot deze koffer is, jongens. Dit is groter dan mij bijna. Als ik zo'n koffer had, kon ik dit niet eens meenemen. Dit is echt niet normaal, jongens. Deze koffer is zo groot. Ik ga bij jullie terugkomen als ik mijn cadeautjes heb gevonden. Jongens, ik heb alle souvenirtjes gevonden. Mama heeft echt heel veel meegenomen voor mij. Ik heb deze tas. Alles is natuurlijk nep, maar dat maakt helemaal niks uit. Daar gaat het niet om. Dit is een Prada-tas. Ik wou een tas waar ik mijn camera in kan doen. En dat past perfect. Dan hebben we deze neppe Louis bidon. En portemonneetje. Dan heb ik nog deze legging van mama gekregen. Ik heb nog eentje in het roze. Ik ga zo ook alles aandoen. Dan kunnen jullie het zien. Oh, ik hoop dat ik dit pas. Die lijkt heel klein. Dat gaan we zo zien. Dan hebben we een Paris Saint-Germain shirtje. Kijk, lekker voor thuis. Van Mbappé. En dan hebben we nog een Barça shirtje met Ravi op de achtergrond. Nog deze slippertjes, deze Adiflops.
Oké, ik ga alles even aan laten zien. Let's go. Ik ben wel heel erg dol, dus ik moet wel een andere onderbroek onderaan. Maar match precies met de slippers. Dus nu gaan we door naar de volgende legging. Nu heb ik die Adidas legging aan. Deze ga ik niet door. En met de shoes van MOP. En dan nu hoeven we alleen nog de Barça aan. En nu heb ik als laatste de shirtje van Barça aan. Deze kleur vind ik echt heel mooi. Volgens mij bestaat de shirt niet eens, maar maakt niet zo uit. Ik weet Adidas en Nike kan door elkaar, maar dat is even om aan jullie te laten zien. Dus ik ben blij. Jongens, mijn hond houdt normaal niet van water. Maar ze springt net gewoon naar zwembad in. Mimi, laat eens zien wat je deed. Laat eens zien, wat deed je net? Kijk dan. Sport niet. En ik heb heel de zwembad gekocht, nooit in geweest. En nu is hij helemaal vies. Ga ze opeens in. Wat Mimi dus net heeft gedaan, in haar water gesprongen, heeft ze nog nooit gedaan. Ik heb het niet op film, ze deed het niet nog een keer. Maar ik weet niet wat er mis met haar. Ze heeft dat nog nooit gedaan. Maar in ieder geval, ik ben super blij, want ik mag met mijn auto nu weer mee. Ik ga nu naar papa. Een nachtje, want morgen heb ik een verjaardag voor mijn nichtje. En dan ga ik samen naar papa. Dus ik ga nu lekker naar papa rijden. In mama haar auto. Ik zie jullie als ik bij papa ben. Echt keurig geparkeerd, als ik dat van mezelf mag zeggen. What? Bro, what are you talking about, man? Oké, hij is een beetje ver van de stoep, maar ik heb een mooi... Ja, ik ben blij. Papa weet niet dat ik aan het vloggen ben, denk ik. Noah, nooit even kaal op je feestje. Weet je dat ik aan het vloggen was? Ja, ik nou! Was je daar aan het zingen? Nee, dat had ik al bedacht. Ik heb eten gehaald. Oh, mijn muziek gaat niet uit. Oké. Ik heb... Oh, hier komt iemand naast langslopen. En nu denken ze dit en zijn knol, maar ik ben gewoon Sandy. Het is heel raar. Oké, maar ik heb eten gehaald. Frietjes. En ik heb de auto echt nu heel goed geparkeerd. Ik ga jullie laten zien. Wacht. Oké, hij staat nu weer te dicht op de stoep. Check dit. Oké. Maar er zit vooruitgang in, hè? Even een ding op slot. Ik ga het lampje uitkijken. Oké, leuk. Even een applausje voor mij in de comments. Yes! 4-0! 4-0, let's go! Ja, we zijn blij. We kunnen goed gaan slapen vanavond. Afgemaakt. Zo, ik was gewoon in slaap gevallen en vergeten de video af te sluiten. Maar ik hoop dat jullie het een leuke day in my life / dagvlog vonden. Ik heb niet super veel gedaan, maar ik heb wel op zich de dingen die ik heb gedaan, heb ik wel goed gefilmd. Als je tot hier hebt afgekeken, comment dan even Barcelona. Dan weet ik dat je tot het einde hebt gekeken. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!